Jawel jongens, het is een zwarte dag in de historie van ons FUT-account. We hebben 96 Prime R9 verkocht. Ik had hem voor 10,4 miljoen erop gezet. Ja, weet je, ik dacht dat hij niet ging verkopen. Maakte me ook uiteindelijk niet uit. Ik wil hem ook uiteindelijk verkopen. Maar dan moet er natuurlijk wel iemand voor in de plaats komen. En dat is niemand minder dan El Matador. Jongens, Edinson Cavani is in de ploeg. Waarom duurt dit zo lang? 88 pace, 85 dribbling, 91 shooting, 87 physical. En ik weet niet waarom, maar ik heb het gevoel dat dit kaartje tering goed is. En ik vraag me echt niet waarom, want ik heb oprecht geen idee. Maar ik denk echt dat dit, ik weet niet, dat zegt mijn gevoel. Dit kaartje moet gruwelijk zijn. Hij is best wel snel. Prima dribbeling, niet super. Maar volgens mij had hij in FIFA 17 of 18 had hij een 95 rated kaartje. En die was gruwelijk. Daar denk ik gewoon aan als ik deze kaart zie. En in de toekomst wil ik ooit nog eens een Past and Present United team gaan bouwen. En dat kan natuurlijk met Edinson. Omdat ik nu zijn 90 flashback heb. Wat een heerlijk kaartje. Laten we even een betere kijk gaan nemen op zijn stats. Of in zijn stats. Want hij heeft natuurlijk in-game stats. En dat is logisch. Wow, yo. Hij heeft 93 jumping. 91 stamina. 84 strength. En 87 aggression. Best wel ziek. Hij heeft 82 agility. 80 balance. Dat is wat minder. Zijn dribbling stats zijn oké. Zijn passing stats zijn oké, maar niet super. Zijn pace is gewoon hartstikke goed, vind ik. En ja, zijn schieten. Finishing 93. Attacking position 96. Shield power 94. Deze man is een fucking beest. En ik vind het in het echt, vind ik het ook echt een underrated speler. Gewoon zijn hele carrière. Bij Napoli, bij PSG. Het was echt een hele goede spits. Maar hij gaat vandaag Ronaldo Lima Prime vervangen. En we gaan Weekend League met hem spelen. Dus ik ben benieuwd of hij een paar goaltjes kan prikken. Zou lekker zijn. We gaan op dit moment 8-0. Maar voordat we die potjes ingaan, of dat potje ingaan, laten we dat blauwe duimpje omhoog achter als je dit soort video's nou leuk vindt. Abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal. We zijn op weg naar die 100k. En dat zou leuk zijn als we die ooit gaan aantikken. En zet natuurlijk je belletje aan, want dan mis jij geen video en dan krijg je elke keer een melding. Nou ja, genoeg daarover jongens. Doe dat even als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon lekker een potje starten. Oké, we komen tegen dit team. En dit is geen misselijk team. Hij heeft Vieira. Hij heeft Pele. En hij heeft een hele vervelende achterhoede. Namelijk Tevernier, Adama, Fofana, Walker, Yuri en Pope. Voor de rest heeft hij Jones, Neymar en Mbappé. Nou, dit is zeker geen slecht team. Dus Cavani mag wel zijn best gaan doen. Als we hier willen winnen vandaag. Nou ja, kom op. Oké, player lock op Cavani. Doet hij goed? Jammer. Je merkt wel dat hij gelijk dat hij 85 dribbeling heeft en niet 90 of zo. Want hij dribbelt niet super. Hij dribbelt niet zoals ik in het begin ergens van de video zei. Van, dat hij ooit een kaartje had met die 95 gerated was die een hele hoge dribbelingstat had. Zo voelt hij niet aan. Maar dat is eigenlijk ook niet zijn kracht. Laten we heel eerlijk zijn. We moeten gewoon hem in een positie brengen waarin hij kan knallen. En dan komt het vast goed. Oké, hier zijn we dan. Kylian aan de bal. Oud teamgenoot van Cavani. Ja, ja. Nu zitten ze samen in de spits. In mijn ploeg. Hier de bridge van Cavani. Kan die voor... Oh, hij heeft wel veel kracht. Dat zie je wel ook meteen. Hij beukte Walker wel lekker aan de kant. Maar ik dacht eigenlijk al dat ik hem kwijt ging raken. Dus vandaar dat ik niet echt doorging met de actie. Dus dat was niet zo slim van mij. Maar dat had op zich een goal kunnen zijn. Met de nadruk op kunnen zijn. Oké, dit is mooi voetbal. Cavani. Ga naar binnen met zijn linker. Kan die dat ook? Nee, het was een redelijk grote kans. Hij vierste weak foot. Was een beetje moeilijk hoe hij hem moest schieten. Want het was een beetje uit stilstand. Dus ja. Ja. Het was niet het perfecte schot. Oké, goede actie van Kylian. Gebeurt hier hele rare dingen. Maar we zijn nog aan de bal. We zijn nog aan de bal. Kan Cavani ook een bridge doen? Dat kan die, maar net niet goed genoeg. Goed, Jones. Heel goed. Oké, dan gaan we weer proberen. Total voetbal. Cavani. Cornetje. Ja, die gaat naar Cavani. Die gaat naar Cavani. 100%. Waar staat hij? Oké, Cavani. Oh, verkeerde. Nu moet ik hem weer opnieuw selecteren. Die staat hier. Ga ik hem hier zo geven. En dan ga ik eerst hier zo positioneren. Dan ren ik eerst even naar achter. En dan ren ik weer terug. Oké, Cavani. Oh, bijna. Grote kans. Klosterman. Ja, Klosterman. Kijk, dit is allemaal door Cavani. Want Cavani maakt die kopbal waardoor Klosterman, waardoor hij een fout maakt en Klosterman hem in kan tikken. Dus, Cavani is een goal. Heel lekker dit. Cavani. Kylian. Kylian. Goeie bridge. Cavani gaat diep, alsjeblieft. Cavani gaat diep. Het is een goede bal, maar ik denk dat het net buitenspel is. Nee, het is geen buitenspel. Cavani, maak af! Nee, jongen. Wat doe je nou? Kom op. Nee. Oh, dat was wel een hele mooie paas dan, hoor. Misschien net niet perfect op maat, maar die had er wel in gemogen. Het is een goede opbouw, wat misschien een goal kan worden. Het is zo moeilijk, jongens, dat je geen 4-star skills minimaal hebt. Kijk, 4-star is al redelijk beperkt, maar laat staan 3-star. Dat is gewoon een beetje kloten. Moet gewoon beter. Oh, Cavani met een actie. Cavani. Oh, dit doet hij mooi. Dit doet hij heel mooi. En hij is wel redelijk sterk, maar we kunnen er net niet langs komen. We hebben de bal nog. En dan kan Cavani eens. Kan hij het ook met links? Nee, op de paal. Op de paal. Nee. Oh mijn god, hij scoort een fucking voorzet. Oh mijn god, hij scoort een voorzet. Dit is echt wel een hele blinde goal. Hoe die ook inkomt is echt ziek. Nou, we staan gelijk nadat Cavani op de paal schiet. Dat is wel, wel redelijk zonde. Oké, goede actie. Cavani. Goede actie van Bruno. Ah, Cavani, jongen. Kom op, tweede kans. Golazo! Dit is Edinson Cavani. Lekker, man. Dit is El Matador. Ik kon niet helemaal horen. Dit is hoe wij hem kennen, jongens. 2-1. 2 goals van Cavani. Hartstikke lekker. Cavani gewoon al 2 goaltjes. Het feit dat die Klosterman die eerste scoorde, maakt niet uit, want het was gewoon Cavani. Al Cavani. Heerlijk, man. Oh, dit meen je toch niet? Hij scoort weer een voorzet. Wat een rare speler speel ik tegen. Dat is echt ziek eigenlijk. Echt niet op gehoopt. Maar ja, niks aan te doen. Oh nee, niet weer, niet weer, niet weer. Ja! Godverdomme, jongen. Deze gast, elke keer 5 at the back, jongens. Wat een vervelende formatie is dat. Ik heb 14 schoten, deze gast 5. En we staan achter. Ah ja, eerste keer dit potje. Het is echt met die backs, jongens. Het is, dan staat je je hele team staat gewoon uit positie. Echt verschrikkelijk eigenlijk. Oh, Kylian, team of the year ben je dan. Dan heb je al 800 shooting en dan kan je niet schieten. Dat vind ik wel redelijk erg. Kijk nou, jongens, 16 schoten, 5 tegen 5. Nou ja, we kunnen nog winnen. Ik ben even geswitcht naar deze formatie. Want ik hoop dat ik hier even wat mee kan. Het zou in ieder geval fijn zijn als dat lukt. Dan ga ik wel even deze op gebalanceerd zetten. En dan zien we wel of we nog dit potje kunnen winnen. Nou ja, jongens, dat potje hebben we verloren. Ik had er 1 gespeeld, alleen ik had niet gescoord met Cavani. Dus die had ik wel gewonnen, maar we gingen 9-0 en nu dus 9-1. Hartstikke zonde, helemaal kut. Cavani wel 2 keer gescoord. Vond je deze video nou wel vet? Drop dan dat blauwe duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan, want dan mis je helemaal niks. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.